Ludwig Buysters, na 7 opeenvolgende overwinningen, vandaag de nederlaag tegen een erg verdienstelijk Union, gezien de omstandigheden, heel veel afwezigen. Welk gevoel overheerst bij jou? Ja, gevoel van teleurstelling. Hè? Dus oké, eerste verlies. Na een zeer mooie reeks van ons, maar ik had liever de reeks afgesloten met gelijkspel. Ik denk al bij al, als je de match ook ziet, zeker de eerste helft, weinig doelgevaar, zeer tactische match in feite. Twee ploegen die een beetje zekerheid inbouwen. En, dan weet je, zo'n match wordt op een kleine fase, belangrijke fase beslist. En dat was ook het geval. En jammer genoeg hadden we de kans om terug te komen met de 1-1. En jammer genoeg mis Binstam en dat kunnen we niet meer tegelijk maken. Het leek erop dat jullie langs beide kanten niet in het mes van de omschakeling wilden lopen. Want dat zijn jullie alle grote troeven langs beide kanten. Dat verlamde de wedstrijd wel erg lang, hè? Ja, wel, je voelt het ook aan de eerste helft. Alle twee een goed blok spelen. Zekerheid inbouwen. Niet te ver doordekken, want dan weten dat de ruimte in de rug komt. En uiteindelijk waren een beetje de twee ploegen op dezelfde manier aan het spelen. En, ja, het is niet het mooiste voetbal, maar het was wel voor twee ploegen als ons wel een goede tactische zet. Wel. Heel veel ergernis bij het laatste fluitsignaal. Ook Will Stil, Nico van Kerkhoven, meteen richting de arbitrage. Wat was het grootste punt van ergernis in dat moment? Ja, ik denk de fase daar we doelen in gebeurt in misschien de tweede minuut van de extra tijd. Het worden 3 minuten geteld. En dan die laatste minuut is gewoon de hele tijd daar rond die fase gedraaid. Dus dan moet er gewoon nog die minuut bij komen die het spel heeft stilgelegen heeft. En de arbiterfluit trekt af op die 3 minuten. Dus mocht toch tenminste die laatste lange bal nog laten doorspelen. En ik vond gewoon, ja, tijd trekken hoort er een beetje bij in die laatste minuten. Maar dan moet je wel een beetje zien dat het eerlijk blijft. Lichtpunt, nog altijd comfortabel op kop, hè? Ja, wel jammer. Met een gelijkspel hadden we iets beter, iets rustiger ook geweest. Komt de Union minder dicht. Maar ja, jammer. Maar we zullen wel zien. Hopelijk volgende week doen we beter. Nog even vragen. Ja, Frans voelde het knikje in de achterkant van zijn dijbeen. Hoe schat je dat in? Ja, ik vrees er een beetje voor. Hij had al een klein beetje last. En ik denk als Fredje eraf gaat, dat het niet meer voor zoiets zal zijn. Dus ik vrees wel dat het voor enkele weken kan zijn. Hopelijk met de rustperiode die eraan aankomt, kan hij daar volop van genieten om zo rap mogelijk fit te zijn dan waarschijnlijk voor na nieuwjaar. Dankjewel. David Kolpaert, 7 overwinningen op rij, nu een nederlaag. Het leek heel lang erop dat twee ploegen niet in het mes van de omschakeling wilden lopen. Er was niet zo heel veel ruimte, kwamen weinig kansen in het begin van die wedstrijd. Het leek eerder een tactisch steekspel in het begin. Ja, dat klopt. Allee, ik bedoel, de analyse die je maakt is volledig juist. Hè. Ik denk dat er vrij weinig kansen waren in de wedstrijd zelf. Alleen, de moment dat zij 1-0 maken, daarachter pas zijn eigenlijk de grote kansen voor ons ook geweest. En ik denk eigenlijk wel dat we verdienden van op zijn minst ook een doelpuntje te maken. Dus ik denk, gelijkspel was sowieso de uitslag van deze wedstrijd. Hoe is je bevallen de eerste keer? Je zei het, toch net iets meer verantwoordelijkheid. Je staat er dan in de eerste rij onder de dugout met Will Stil achter je. Hoe ging dat? Well, goed, ja, op zich we hebben dat allemaal meegemaakt. Alleen, oké, het is op een ander niveau hier. Maar voetbal is voetbal. Hè. Allee, bedoel, gecoacht je ploeg langs de lijn en de rest... Het gebeurde allemaal vanzelf. Hè. Op het einde was er veel frustratie. Dat had te maken met het feit dat er te snel werd afgefloten. Waarom was dat? Maar nee, ik denk gewoon een beetje de frustratie van de kansen dat je gemist hebt. En oké, een beetje een tijd winnen. Maar ja, dat is een goed recht. Hè. Dus het maakt deel uit van het spelletje. Dus ja, goed. Op die moment denk ik dat het normaal is dat je een beetje gefrustreerd loopt. En goed, blijf bij 1-0 en ça va. Maar nog altijd comfortabel op kop, dat zou je bijna vergeten, hè? Ja, maar we wisten dat we ook wel een keer een partij gingen verliezen. Hè. Ik heb het onlangs nog maar gezegd. Het zou belangrijk zijn nu om te kijken hoe sterk dat wij nu staan en hoe ver dat wij nu staan als groep. En onze rug strekken, hè, na die nederlaag. Volgende week is er of vrijdag is er al Leuven, dus dat is heel kort bij. Hopelijk kunnen we daar wel wat mee pikken en dan hebben we 14 dagen eindelijk wel wat rust.